Hand in hand, kameraden, hand in hand, van Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Meerdere mensen zingen mee. Dikke bok door, amour, faya, boom! Mijn naam is Mauri. Wat is jouw naam? Mijn naam is Erda. Hallo Erda. Leuke naam. Ja, dankjewel. We zijn hier vandaag in een prima accommodatie in Tilburg. En hou jij van voetbal? Jazeker. Wie is je favoriete voetbalclub? Mijn zoontje. Nee, ik. Als ik echt moet gaan kiezen, dan ga ik voor Feyenoord, denk ik. Feyenoord, dat is een goede keus. Ik durf het niet, bijna niet te zeggen, omdat ik ook uiteraard uitkom voor Feyenoord. Maar er zijn veel Ajaxiden om ons heen, dus je moet het niet te hard zeggen. Feyenoorden staan om het algemeen bekend dat ze heel agressief zijn en dat het de meest agressieve hooligans van Nederland zijn. Ik ben ooit bij de Kuip geweest, ik ben er omheen gereden met de auto, maar ik ben er nooit binnenin geweest. Ben je ooit binnenin de Kuip geweest? Nee. Een ander stadion? Nee. Ik toevallig wel een keer in Heerenveen in het AB Leenstra stadion. Heel toevallig was ik daar en er zat een deur open. Dus ik ging naar binnen. Toen zag ik hoe het gras water werd gegeven en lampen die de graslampen licht gaf. Dat was een hele mooie ervaring. Maar op mijn lijstje staat wel de Camp Nou stadion in Barcelona. Ja, die voor mij ook. Ik zou het ook wel willen, ja. Ja, zeker weten. Ja, die niet. Ik ben ook ooit in de Amsterdam Arena geweest. In de Amsterdam Arena ben ik geweest voor een wedstrijd Colombia versus Nederland. En dat was gelijk spel geworden, maar het was een hele leuke ervaring. Heb je ooit ook een hele leuke ervaring gehad met voetbal? Ja, mijn zoontje voetbalt. Dus ik heb een hele leuke ervaring elke keer als ik hem zie. Voetballen. Dus je bent heel sportief. Ja. En ja. Scoort jouw zoontje wel eens? Ja, tuurlijk. Hij is in de spits. Ja. Spits, ah, gaaf. Daar, ja. Ik stond vroeger links buiten en links midden. En af en toe scoorde ik. Maar spits wou ik heel graag, maar ik was te traag voor spits. Ja, dat maakt niet uit. Je hoeft niet per se spits te zijn om te kunnen voetballen. Of om leuk te voetballen of om goed te voetballen. Hoef je niet per se spits te zijn, vind ik. Denk ik. Uiteraard. Dit is een prima accommodatie. Kom je hier vaker? Liefst niet zo vaak. Ik ben niet van de centrum van de hele drukke mensen. Dikke bok door. Heb je wel eens van horsefighter gehoord? Nee, denk ik niet. Horsefighters zijn algemeen bekend vanwege hun goede daden in het land. En ze zijn hardnekkig. Ze zijn recht voor een raap. Het is een organisatie en er zit een hiërarchie in het spel. Mm-hmm. Horsefighters zijn ook bekend dat ze van voetbal houden, van pranks. En ze houden ook vooral van vrijwilligerswerk, ouderen helpen en zo. En ik ben een horsefighter. Okay. Ik ben iemand die graag mensen helpt. En ik kom uit voor wat ik ben en wat ik doe. En ik vind het ook belangrijk om je in te zetten voor een goed doel. Schokken is natuurlijk niet een goed doel. Maar ik heb laatst een gok gewaagd met het WK voetbal. Toen heb ik ingezet op België. Tijdens de wedstrijd Frankrijk-België. En wie denk je wie er gewonnen heeft? Ik heb geen flauw idee. Frankrijk had gewonnen en ik heb 20 euro verloren. Oh, dat zonde. Ja, maar verder ga ik nooit naar de casino. Ga jij wel eens naar de casino? Nee, één keer geweest. Ik vind niks aan. Oké, en heb je zelf wel eens gevoetbald? Ja, met mijn zoontje samen. En vroeger wel eens achter de bal rennen, maar echt voetballen, nee. Heb je ooit wel eens gescoord? Nee. Jammer. Tegen mijn zoontje is dat onmogelijk. Ja, een goede spits moet ook kunnen verdedigen natuurlijk. Ja. En wat voor voetbalschoenen draagt jouw zoontje dan? Hij heeft meerdere. Hij heeft nu pas geleden een paarse, volgens mij een nieuwe van... Ik heb geen idee. Maar hij heeft nu pas een nieuwe. Okay. Ja, hij heeft er heel veel. Ja, voetballers hebben vaak meerdere voetbalschoenen. En elk jaar komt er weer een nieuwe editie uit van dat merk, weet je. Van Nike of Adidas. Ja. Ik zelf draag graag Nike. Maar ik heb ook wel Adidas schoenen. Oké. Okay. En heb je wel eens gehoord van Amour Faya? Nee. Amour Faya betekent meer vuur. Vurige liefde. En boomba, Amour Faya. Dat zeg ik wel eens.
Dat zeggen horsefighters wel eens. Dat betekent gewoon een vurige liefde. En gezegend met een vuurkracht die je hebt in je mars. Dus heb je nog wat te vertellen uiteindelijk over je voetbalervaring in het leven? Ja, dat was het eigenlijk voor mij. Dat was mijn voetbalervaring in mijn leven. Verder niet. Alleen nee. Op mijn zoontje. Ja. Ken jij ook een voetballied over Feyenoord? Nee. Ik ken er wel één. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1. Meerdere mensen zingen mee. Dikke bok door, Amour Faya. Boom! Nou, ik dank je voor je tijd, Esra. Dank jou. En ik wens je nog een gezegende dag, Horsefighter. Juist, dankjewel. Ciao. Doei. Amour Faya. Bomba klaat. Bomba, Amour Faya. Dikke bok door. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het leuk om weer voor jullie een interview afgelegd te hebben. Kijk, blijf vooral kijken voor meer nieuwe video's van Rabona TV. En ik zou zeggen, keep it real, keep it on the low, keep fire, amour fire. Dank u.